Roda JC heeft René Troost maandag gepresenteerd als interim trainer. Hij wil zichzelf geen druk opleggen. Mijn opdracht is hier met name aan de slag te gaan op basis van het feit dat ik ook een diploma heb. Dat is één. Ja, er moest gewoon een trainer die de licentie heeft, die moest hier aan de slag. Ja, daar wil ik aan voldoen. En alles wat ik meer kan brengen is meegenomen, maar dat is voor mij geen moeten, nee. Je bent gisteren bij de wedstrijd tegen NAC geweest, 4-1 verloren. Wat heb je gezien, wat heb je geconstateerd? Ja, goed. Wat ik vooral constateer is, punt 1 is vertrouwen. Dat is heel broos. En ik denk dat ik moet proberen de komende weken een aantal basisvoorwaarden binnen het voetbal om daar weer eens aandacht aan te geven. Volgens technisch directeur Jeffrey van As zou Troost zijn eerste kandidaat zijn geweest. Ja, in principe wel. Alleen dan weet je wel dat het misschien lastig kan worden, omdat je van de mensen die met hem gewerkt hebben weet dat hij eigenlijk het trainersvak achter zich heeft gelaten. Maar op het moment dat mensen hem polsen, dan ja, ga je s'avonds een keer naar zijn huis toe en dan ga je met zijn vrouw erbij lang praten over Roda. En dan merk je gedurende het gesprek dat hij steeds enthousiaster wordt. Over hoe ik kijk naar Roda. Ik ben natuurlijk veel meer buitenstaander, omdat ja, ik heb hier niet gespeeld, ik heb hier niet eerder gewerkt. Alleen ik heb hem verteld hoe ik wil werken. En dat ik zijn ervaring, wie die heeft op alle vlakken, hoofdtrainer, assistenttrainer, scout. Hij heeft bijna alles gedaan bij de club. En hem uitgelegd van dat de druk wie er in het verleden was, die is altijd wel bij Roda. Alleen nu, door de prestaties waar je staat, is er geen druk. Heb ik gewoon gezegd, van, joh, we hebben jouw ervaring en kennis nodig om echt vanaf nul te beginnen. En nul, dat is nu. De oud-speler wil zijn selectie vooral houvast bieden in de komende dagen. Houvast wil zeggen dat je de spelers niet te zeer gaat belasten met allerlei nieuwe dingen. Overigens is het wel zo dat ik zeker ook het mandaat heb om dingen te veranderen. En ik zal het ook zeker niet nalaten als ik vind dat dat nodig is. Maar wat ik wil zeggen is, neem dan bijvoorbeeld de wedstrijd van vrijdag dadelijk tegen Telstar. Dat is nog 3-4 dagen. Ja, dan moet je niet te veel dingen willen, maar misschien wel 1 of 2 dingetjes. 1 of 2 dingetjes waarvan we dan uiteindelijk zien van, dat hebben we in ieder geval voor elkaar gekregen, dat hebben we goed uitgevoerd. Daarmee win je waarschijnlijk nog geen wedstrijd, zomaar. Maar aan stelselmatig proberen we dingetjes in te brengen. Dat is wat ik bedoel met houvast. Er zijn nog 9 wedstrijden te gaan. Maar deze ploeg barst natuurlijk niet van het zelfvertrouwen. De grote vraag is nu, wie gaat Roda JC volgend seizoen trainen? Ik ga op geen één naam reageren. Natuurlijk heb ik met Fons wel over Roda gesproken. Nu was het zaak om René binnen te halen. Dat is gelukt. Dus dat geeft rust binnen de organisatie naar deze zomer toe. Kijk, deze zomer moet er een andere trainer komen. René heeft aangegeven van ik wil je helpen tot het einde van het seizoen. En daarna zal iemand anders dat over moeten nemen. En daar zijn we nu weer druk mee. Troost combineert zijn werk bij Roda met een baan bij een zorginstelling. Dit zorgt voor contrasten. Dat is eigenlijk ook wel mooi. Want het kan dus zijn dat ik 's morgens bij mijn werkgever in het trainingsparkje met mensen van 80, 81, 85, 78 sport. En vervolgens kom ik hier 's middags naar het clubje en dan trek ik mijn trainingspak aan. En dan train ik met jongens van 20, 25. Kan je het nog mooier hebben.